Ja, het lijkt zo simpel, zo'n project. En ik moet ook zeggen, toen ik er van hoorde, dacht ik, wauw, dat gaan we doen met elkaar. Een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. Het initiatief komt vanuit de inwoners en de gemeente faciliteert daar wat mogelijk. Maar toen gingen we met elkaar in gesprek en toen zeiden ze, heel simpel, we willen een dak. En toen zei ik, nou, dat is heel simpel, we hebben een heleboel gemeentelijke gebouwen, dus zoek maar uit. Nou, toen kwamen we uit bij de sporthal. En toen dacht ik, nou ja, dan maak je een contractje, een overeenkomst met elkaar en de gemeente garandeert dat het op het dak kan. Het dak is voldoende stevig, het kan allemaal, geen probleem. Maar toen bleek dat best wel veel haken en ogen aan zitten. Je kan niet zomaar een overeenkomst sluiten, dan moet je echt goed voorwerk hebben gedaan. Want het is natuurlijk voor u als deelnemers ook belangrijk dat er een continuïteit is. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat na een paar jaar de gemeente zegt, nou ja, we hebben de sport al afgestoten. Er is een nieuwe eigenaar en die wil die panelen niet hebben. Dus doen we die panelen maar ergens anders of doen ze maar weg. Dus je kunt niet over één nacht ijs gaan. Dat is aan de ene kant goed om dat te constateren, want dan kun je er ook op prepareren. Dan kan je een goed contract maken met elkaar. Maar aan de andere kant is het ook wel voor de toekomst wel een puntje waar we aandacht aan moeten geven. Want de gemeente wil net als jullie zoveel mogelijk zonne-energie benutten. Dus dan willen we ook zoveel mogelijk daken beschikbaar stellen. Maar soms is dat gewoon niet mogelijk, omdat we als gemeente ook in een proces zitten om te kijken welke gemeentelijke gebouwen we willen houden en welke we willen afstoten. Nou, zolang daar nog geen uitkomst is, is het ook heel moeilijk om een contract te sluiten voor toekomstige daken. Nou zitten we met de postcode Roos. Nou, we hebben het net gehoord van Wilma. Dit is een postcodegebied. En nu is gelukkig is er nu een ander project in een ander postcodegebied, zodat alle inwoners van Heilo de mogelijkheid krijgen om te participeren. En dat vind ik toch ook wel belangrijk, dat iedereen de kans krijgt om daar waar het niet mogelijk is om op eigen dak panelen te plaatsen. Of misschien en-en, dat is ook een optie die ik wel eens hoor, waarvan mensen zeggen, nou, dat vind ik een goede zaak. We willen in ieder geval alle inwoners de kans geven om eraan mee te doen. En dankzij Cohesie is dat een geslaagd initiatief. Vandaag missen we een dagje zonneopbrengst. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, jeetje, ik had gehoord dat het niet echt een opening was, dat het niet in gebruik genomen zou worden. Toen dacht ik, als ze maar niet denken dat ik een zonnepaneel op het dak ga leggen. Want, als ik zo naar boven kijk, dan vind ik dat wel een enorme uitdaging. Ik zou het vroeger zo gedaan hebben, maar tegenwoordig ben ik toch iets voorzichtiger. Dus ik ben blij in ieder geval dat er vaart erin zit. Dat we op korte termijn de meter zien lopen en dat de opbrengst ook helemaal conform verwachting is. Ik spreek ook mijn waardering uit aan de, los aan de organisatie Cohesie en Heilo Energie, ook aan de deelnemers dat u bent ingestapt. Hartstikke goed, u bent ook ambassadeur daarmee voor de gemeente Heilo en ik hoop dat u ook het idee uitdraagt, zodat we bij de volgende projecten nog meer enthousiaste inwoners hebben die zonnepanelen of op hun eigen dak of op gemeenschappelijke daken willen doen. Dank jullie wel voor het initiatief, Wilma. Ik feliciteer met het project namens de gemeente en succes. Ja, bedankt.